mensen voor nodig. En de mensen die zelf begrijpen dat het gewoon heel erg goed is om met elkaar samen te komen. En dat leren we het beste natuurlijk van kinderen. In die zin is het nog belangrijker, dat is sowieso ontzettend belangrijk dat kinderen naar school gaan. 75 jaar kinderen nog steeds niet naar school kunnen. Maar juist in gebieden waar conflict is, waar oorlog is, geven de scholen ook een omgeving waardoor de kinderen meer met elkaar kunnen leren omgaan. En ook misschien de kind van vrede kan je dan zijn. Dus ik leef hier dan pakken we de kinderen daar. Inderdaad. En dus ook de kinderen hier begrijpen hoe dat is in zo'n situatie te zijn. En we hopen natuurlijk ook via kinderen de ouders bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk. Zodat ook de betrokkenheid van het Nederlandse publiek bij dit soort gebieden gewoon groter wordt. Ja, wij zitten bijvoorbeeld in Afghanistan met 70 jongeren. In het Noorderkamp. En ik ben zelf verschillende keren rondgereisd. En heel veel met die gemeenschap gevraagd. Ook met vrouwen en met kinderen en met meisjes. En wat je vanmorgen hier zegt, kinderen blij zijn dat ze dat niet vrij kunnen. Maar wat het anders is, de kinderen willen gewoon heel graag naar school. En ik heb daar zelf een van mijn, een van mijn indrukwekkendste ervaringen was toch. De mensen mij eigenlijk nauwelijks wilden laten gaan voordat ik beloofd had dat ik echt iets aan zou doen. Ik heb gezegd, ja, we zullen als 70 jongeren zullen dat doen, maar we moeten natuurlijk ook hulp hebben van anderen. Dat zijn dingen die je samen moet aanpakken. Maar mensen zijn heel erg bereidwillig, maar je moet wel kijken hoe het kan daar. Je kunt niet zomaar zeggen dat die vrouwen gaan naar een stadje of naar een dorp, die gaan naar onderwijs krijgen. Dat moet dan op een aangepaste manier. Nou, het is niet een visieuze cirkel, je moet een oplossing zoeken, je moet daar werken. Dus wat bijvoorbeeld in Afghanistan werkt, is dat wij met huiskamerklassen werken. Dus dat gaat in het dorp. In een van de wat grotere huizen gaan de kinderen komen daar samen, meisjes apart van jongens. En die worden dan wel onderwezen door welke vrouwen. Dus de minister zegt, er zijn niet zoveel vrouwen, maar er zijn ook in onderzoek dit is best wel een aantal vrouwen. En het behoorlijk aantal meisjes die nu naar school gaan. We hadden net een rapport uit en het blijkt dat er inmiddels toch 1000 meisjes naar school zijn. Dat is niet. Met jullie wel. Met onze hulp, maar ook met. Ja, dat doen we samen. Want we proberen natuurlijk ook. De lokale overheid erbij te betrekken. We proberen de mensen zelf de oplossingen te laten. Wat wij doen, is hun daarbij helpen. Hun materiaal geven, hun trainen, hun ideeën geven. En ja, vooral ook aanmoedigen om een aantal dingen te doen. De bestuurlijke structuren helpen in stand te brengen. Dat zijn dingen die wij doen. Misschien aangeraakt naar een woordje, maar ik denk dat met samenwerking is wel een hele doelstelling, want we zijn allemaal apart. Sowieso te klein. Sowieso te klein om iets te maken wat nodig is. Daarom werken we ook nog wel dat we samen in het programma. We werken met een voetbalrecht organisatie samen in de Afghanistan, in Zuid-Sudan en een voetbalrecht in Colombia. Ik denk dat daar gebeurt is ontzettend belangrijk, maar het samenwerken met de Nederlandse maatschappij, dat zijn scholen, dat zijn kinderen, dat zijn klassen. Die allemaal in een leeftijd zoals die rondgelopen komen om de grote vragen van hoe gaan werken en hoe kan het dan toch? Want één dagje schooldicht is dan nog leuk, maar twee dagjes schooldicht is verschrikkelijk. Hoe kan het dan toch dat kinderen dat niet kunnen? En in helaas ook in veel omstandigheden ook natuurlijk. Want ook waar scholen, en dat is soms het Rietendak in Zuid-Sudan, waar ook les wordt gegeven, waar aangepast materiaal beschikbaar moet zijn voor. Ook kinderen die ouder zijn en na jaren ontvoerd zijn teruggekomen uit de bush en ook nog even heel snel moeten leren tellen en moeten leren lezen. Dat is een enorme uitdaging. En dat kun je met lokale structuren, met lokale organisaties, met de organisaties zoals de collega's hier gaan lezen. Maar zeker ook met de instituut, met scholen en met kinderen die zich daarvoor inspannen. Want ook zij zijn onderdeel van het programma naar de streep. En ik kan het belang van. Voorlichting, het uitnodigen van kinderen en leraren en organisaties in Nederland niet moeten nadenken. Want dit is niet iets wat wij alleen kunnen doen en ook niet iets wat wij alleen kunnen doen. Dit is eigenlijk een oproep voor alle scholen. Ik denk dat wat wij hier doen en dat is die samenwerking met de ministerie en met de organisaties en met deze school is wat mij betreft exemplarisch voor hoe we het moeten gaan doen. En dat is organisaties niet alleen de wijsheid te pak laten hebben, dat is de buurt waar geen verhandeling in zit, maar juist de uitgesproken hand pakken en zeggen: veel grotere plus. Want nee, dat is ook een hartstikke moeilijk. Ik ben ook niet zo opgeleid, het lijkt ook gewoon. Maar ik heb graag het gebeurt. Maar ik zou wel misschien nog één ding willen zeggen: omdat het zo goed
daar en weer de les krijgt, die er waar gewoon heel veel risico's zijn. En als een school kapot kan gaan en waar de kinderen vaak ja, het heel moeilijk is voor hun ouders om de kinderen naar school te brengen. En dat er heel veel resultaten zijn. Het is echt nu langzamerhand heel goed hoe die kinderen te bereiken zijn. Het gaat via deze programma's, de Nederlandse overheid, nog een heel groot programma met UNICEF. Dan gaat het echt om honderdduizenden kinderen extra die naar school zijn gegaan in de afgelopen jaren. Dus je kunt echt wel betekenen. En dat is juist niet altijd makkelijk zoals je terecht zei. Daarom heb ik een beetje een zaak van iedereen van gemaakt. Want ja, alle organisaties die hier zijn, die hebben vaak weer bekende expertise in een heel specifiek land, in Colombia of in Soudaan. Ze weten heel goed hoe je leraar of leraressen moet opvolgen. Maar het gaat best nog over heel veel kinderen. Het zijn 40 miljoen kinderen die niet naar school gaan. Dat gaat over een grotere kant. Dat moet het. In het zoek een groep. Ja, die zijn er natuurlijk. Het zijn allerlei campagnes. Maar het probleem is, het is een groep hè, waar we het nu over hebben. De kinderen die het moeilijkst te bereiken zijn en waar het ook moeilijkst werkt. En welke dat zijn maar.